Is en die eigenlijk echt iedereen kan, maar het ziet er zo mega schattig, liefpoepig uit. Leuk! Helemaal verliefd ben ik op deze DIY. Er is eentje die echt mijn favoriet is. Heb jij een van de favorieten van de 5 DIY's die je voorbij hebt zien komen? Laat het even hieronder achter wat jouw favorietje was. Laten we dan maar meteen beginnen. Schatjes, deze DIY is zo super makkelijk. Wat heb je nodig? Een bolletje wol. En die gaan we zelf maken. Zoals je ziet heb ik gewoon een kartonnetje kapot geknipt. In een vierkantje. En het bolletje wol eromheen gedraaid. Een ander stukje ervan afgeknipt. En die vastgemaakt aan allebei de kanten. Let er wel op dat je een goede dikke knoop erin zet. En vervolgens nog een dubbele knoop. Zodat je zeker weet dat die niet losraakt. En dan als je de zijkantjes eraf knipt, heb je een schattig bolletje wol zoals je hier ziet. Het is super leuk voor in je kamer en super schattig. Ik ben er zo blij mee dat ik deze DIY heb gemaakt. Want ja, het maakt mijn kamer gewoon zoveel leuker. En het is zo simpel, dat is echt niet normaal. Ik heb het er gewoon opgeplakt, want ik ben nogal van het simpel. En zoals jullie weten zijn mijn DIY's altijd simpel. Dus ik heb het gewoon met mijn hot glue lime erop geplakt, zodat het goed stevig blijft zitten. En ik moet je zeggen, mijn kussen is er nog steeds. En hij staat nog steeds heel schattig in mijn kamer. Dus ik zou zeggen, maak deze DIY zeker een keertje na, want het is zo leuk voor in je kamer. Ja, en het geeft gewoon echt een boost. Voor mijn volgende DIY gaan we de gekke sunnies maken. Wat heb je nodig? Ik heb deze bloemetjes gewoon bij de Action gekocht. Ze plakken vanzelf. Voor de zekerheid heb ik er wel tape bij gedaan, zodat ze niet loslieten. Ik heb het er gewoon opgeplakt en zoals je ziet heb je deze awesome sunnies. En voor mijn derde DIY heb ik zoiets leuks gezien op Pinterest. En die moest ik gewoon echt namaken. Het zijn gewone letters. Ik heb gewoon willekeurige letters uitgekozen die ik super leuk vind. Ik doe er een laag verf over. Ik heb natuurlijk weer voor zacht roze gekozen. Want ik kies altijd voor zacht roze. Dat weten jullie nu wel van mij. Ik heb alle twee de kanten geverfd. Ik heb wel wat grijze gedeeltes zo gelaten. De bovenkant eruit gesneden. Of je kan het ook knippen. Bloemetjes erin gedaan en je hebt dit prachtige effect wat echt super leuk op je nachtkastje staat. DIY nummer 4 heb ik gekozen voor een fotolijstje. Deze is van de IKEA. Ik heb hem al een tijdje, maar volgens mij zijn deze helemaal niet zo duur. Ik heb gewoon wat tekst uitgeprint wat ik van het internet af heb gehaald. Wel heb ik het op wat dikke papier uitgeprint. Weer terug gedaan in het lijstje. En dan heb je dit prachtige effect van Girls Only. Super simpel en super aan te raden om dit na te maken. Want het staat echt geweldig en het kost helemaal niet zoveel moeite. En voor mijn laatste DIY heb ik een oude vaas gebruikt die ik niet meer gebruik. Ik heb hem goed schoongemaakt en een hele dikke laag gouden spuitverf erop gespoten. En dan heb je dit prachtige resultaat. Ik heb hem gesteld met mijn nepbloemen die ik daar van mijn shoplog heb laten zien. En je hebt echt een super cool en prachtig effect. En ze zien er zo duur uit, terwijl het echt zo goedkoop was.
Vind je dit een leuke video? Vergeet geen duimpjes omhoog te geven. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe DIY of fashion video maak. En ik zou het echt heel erg lief vinden als je dan ook het belletje meeneemt. Zodat jij daar een notificatie krijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Doei doei!